Hallo en welkom bij Bob's Model Twijnstaf. Eenmaal terug uit Zwitserland. Terug de Nederlandse warmte in. Heb ik hier een souvenir. Dit is een Wilco BLS. Dat zal een RE465 zijn met het type nummer. Deze locomotief is gebruikt in het echt dan om de Lutsbergtunnel te openen. Ik zelf kan zeggen dat ik zowel boven langs ben gegaan als door de tunnel. Dus ik weet nu waarvoor die gediend heeft. Heel veel Zwitserse locomotieven die je ziet rondrijden zijn van het type RE460 of 465. Als ik het goed gehad, is 460 van de SBB en de 465 is degene die aangepast is voor BLS. Deze locomotief die ik hier heb, is door iemand stevig verbouwd. En dat ga ik ook laten zien. Om deze open te maken, moet je de buffer er voorzichtig afhalen. Ook, het lijkt een beetje op die Taurussen. Die hebben ook zo'n systeem. Als de buffers eraf zijn, dan komt de kap ook mee, mee omhoog. Eventjes mijn. Ja. Zo, als ik zeg stevig verbouwd, bedoel ik ook stevig verbouwd. Hoe het precies allemaal in elkaar zit, weet ik nog niet helemaal. Er is in ieder geval een 8-pins decoder gebruikt. En die decoder is een flinke decoder met heel wat aansluitingen. En er lopen overal draden naartoe. Hier zit een heel tritje aan diodes. Die zorgen ervoor dat er van allerlei seinbeelden mogelijk zijn. Aan deze kant zijn alle lampen vervangen door LED's en de gloeilampen zijn hier dus af. Maar aan de andere kant zitten nog wel de gloeilampen en die worden ook gebruikt. En ergens hierin zit ook nog een speaker. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet gevonden, maar ik zie hier wat draden naar onderen lopen. Dus het zou me niks verbazen als daar hierin ergens de speaker zit. Ik ga hem weer even in elkaar zetten en dan zet ik hem op het rollenbank om eens even door de functies heen te gaan. Er is nog wel wat reparatiewerk aan de lok. Aan beide kanten hier is de brug die hier zit gebroken. Aan één kant is hij gerepareerd met flinke lijmresten en hier is hij nog niet gerepareerd. Ik zie hier wel wat lijmresten zitten. Zo, kom, hoppakee. En daar ga ik nog wel wat aan doen. Op een minder hete dag dan vandaag. Zo. Ik heb hem op het hoofdspoor staan. En ik zal er een stroom op zetten. Kijk. Op het moment dat hij gaat rijden, gaat er als het goed is een ander geluidje lopen. Als hij contact houdt met de rollenbank. Op de baan doet hij het een stuk beter dan op de rollenbank. Dat is iets wat ik niet vaak zie. Meestal is het andersom.
Ja, er zitten geluidjes in. Mijn favoriet, volgens mij deze. Ja. Qua seinbeeld zal ik de camera iets anders neer moeten zetten om dat te kunnen zien. En dat ga ik gewoon even op de echte baan doen. Dat is makkelijker dan hier met de camera gaan lopen goochelen. Ondanks goede voornemen staat hij toch hier, want opnemen op de baan is heel erg lastig met al het tegenlicht. Want het is me een partij zonnig. Oh, nou, ik ging er even vandoor. Zo. Nou, het licht komt mooi langzaam op en gaat weer langzaam uit. We hebben nog wat mooie toeters erin zitten. Eens kijken. Wie zocht het niet? Ik zocht al. De afdeling lichten. Maar in ieder geval het grote licht. Waarbij er een ledje bij geschakeld wordt. Er is cabinelicht. En als de richting veranderd wordt, dan komt hier mooi één licht aan. Alleen helaas gaat dan groot licht ook aan. En het cabinelicht is ook nog niet richtingafhankelijk. Dat zijn nog wel dingen om te verbeteren. Maar als hij flink snelheid maakt, en hij remt vervolgens, dan hoor je ook echt de remmen in werking treden. Er is nog een seinbeeld wat erop zit, die ik eerder heb gezien, die ik niet voor elkaar krijg. Ik kan ook zien dat hierboven nog een rode led zit. En hier aan de zijkant zit ook nog iets. Maar daarvoor zal ik er helemaal in moeten gaan duiken om te kijken hoe ik die aangestuurd krijg. Of dat ze überhaupt aangesloten zit of dat het alleen maar iets visueels is. Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze locomotief niets te zoeken heeft op een Nederlandse baan. Ik ben me nu aan het richten op één bak. Dat is echt een moestuin en ik denk dat dat te Nederlands is. Aan de andere kant, ik rij wel vaker met rare combinaties. Dus deze gaat daar zeker ook zijn rondje doen. Het was een te mooi souvenir om te laten liggen. En ik ga daar zeker van genieten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.